Leo! Wow, hij heeft gewoon zijn hand verbrand. Bartje Goud! Hey! Jojo! Jojo kijkers! Jojo kijkers! Hey, dus... What up? We zijn allemaal vandaag... staan, man. We staan in de wind, daar staan we. Godverdorie. Ja, het is wel koud. Ja, het is echt... Ik heb twee truien aan, man. Ik ook. Ik had in principe ook één jas kunnen aantrekken. Jij voelt niks. Nee. Jij hebt het niet koud. Jij bent echt een bikkel. Hier staat geen eens wind. Ja, omdat we voor de flat staan inderdaad. Ja, hier zit ook wat aan volgens mij. En hij zit ook weer aan wat vast. Kijk eens, hij heeft ook al wat. En wat hebben we nog meer? Bartje Goud! Hey! Wat heb je er nou weer uit? Ja, ik denk een soort halve kistje of zo. Ja. Ja. Ja, ja. Hij gaat lekker. We gaan ervoor vandaag. Ja, toch? Als het goed is komt Tim Odie straks ook nog even. Oh, gezellig. Dus, nou, we zien het wel. Ja, leuk. Ik ga het ook de magneet pakken. Ja, je moet wel, want er ligt er wat. Nou, die voor mij is nog droog, want ik kom net aan. Het was weer een heel gedoe voordat ik hier was, maar ja, ik ben er. Kijk, die Bart die heeft een radio gevonden. Kijk, hier achteraan zit een knopje. Moet je opletten. Moet je opletten, jongens. 1, 2. Koffietijd, een beetje gezelschap, wat tijd voor jezelf. Dat help je de dag door, het is koffietijd. Hij doet het gewoon nog. Kijk eens even, daar zijn we weer hoor. Weer 3 harde schijfjes. Nou, we hoeven niet meer de politie te bellen daarvoor. Ook al weet ik dat het geen zuivere koffie is. Ze doen er niks mee, ze vinden het niet interessant genoeg. Waarschijnlijk is er niks meer af te halen. Plus dat het risico dat als je met een magneet erop gezeten hebt, dat die ontladen is, aanwezig is. Dus gaat gewoon bij het afval. Ondertussen is Bartje Goud ook al lekker bezig. Maar hij laat elke keer los zeker, of heb je hem? Als het goed is. Heb je hem nou? Papa. Wat heb je? Ja, ik weet niet wat het is. Het zat wel goed vast. Ja. Het is een frutsel. Frutsel, ja. Nou, ik had net nog een kluisje. Nou was de kluis zo goed als leeg, alhoewel in het geldlaadje. In het geldlaadje zat er nog geld. Volgens mij is de sleutel tot succes. En de sleutel tot succes. Jojo! Jojo kijkers! Jojo kijkers! Hey, dat is een tijd geleden hè? Ja, dat is zeker een tijd geleden. Nou. Jammer dat ik er net pas aan ben gekomen. Ja, helaas. Ja. We gaan daar nog wel eventjes wat leuks eruit trekken, hoop ik. Ik zag al een mengpaneeltje liggen en zo. Kijk, Bartje Goud. iPhone-tje. Hey, die ziet er nog hartstikke netjes uit. Ja, die ziet er helemaal topje uit nog. Zijn die waterdicht? Soms wel. Tinderkaartje? Ja. Ik kan het terugvinden, misschien aan de mensen teruggeven, ik weet niet. We kijken, ik ben bang dat deze bewust in het water gegooid is hoor. Ja? Denk het wel. Nou, meestal die wat Nokia'tjes hè. Deze zie je niet zoveel. Nee, deze was van de maffiabaas. Oh ja, van de Mokro Maffia. Dat durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. Wel leuke vangst. Ja, en daar gaat hij. Hé hey man, kijk uit voor je handen nu. Hij is erin gevallen. Hè. Zo. Hoi! Wij in die troep. Zo, wat het? Je komt gewoon je handen eruit. Hallo. Hallo. Zo hé, moet kijken. Leo! Wow, hij heeft gewoon zijn hand verbrand. Wow, zijn hand verbrand tijdens de magneet. Wacht even, jongens, wacht even. Thumbnail, doe even allemaal zo. Tim, film even. Is toch godsamme helemaal godsgeklaagd hè? Zit ik in die auto van Glenn te koekeloeren, kom ik gewoon die nieuwe Nokta Makro schep tegen. Ik heb hem zelf nog niet eens. Nu te koop bij Detectorlanders. Bevalt die? Ja. Ja? Ja, en vooral met wortels. Helemaal met je schepje vierkanten erin en die maakt eigenlijk gewoon een gaatje, dus zaak ik hem eruit. Ja, ik vind het perfect. Dus voor in het bos is die beter? Ja, ja, nou ja, sowieso. Ja, jij kan hem op lengte maken, zie ik, voor kleine mensen ook. Op zich is het wel goed. Wat me wel een beetje Zit je met schep af te kraken, joh? Nee, ik kraak je schep helemaal niet af. Ik kan er nog niks over zeggen. Het verbaast me alleen dat jij al zo'n mooie schep hebt en ik niet. Ik ben niet jaloers of zo. Nee. Ik probeer hem even. Je ziet dan gewoon aan het graven, hè, daar. Dat mag helemaal niet. Ah, gaat wel door die wortels heen. Ja, ik ben er blij mee, hoor. Hé, hey, kijk nou. Hier moet je kijken, wortel. Nou, dit was hem weer. Misschien een beetje korte video, misschien een beetje chaotische video. We hebben er eigenlijk helemaal niet zoveel gevonden. 3 kluisjes. Het is eigenlijk zijn schuld, hij heeft alles eruit gehaald. Ja, dat was inderdaad... Hey, ik heb een goede plek, maar ik heb alles eruit gehaald. Wat een kerel. Nou, 3 kluisjes, videorecorder, iPhone en wat rommeltjes. Muntjes. Maar we zijn vooral, wat misschien wel het allerbelangrijkste is, lekker gezellig even bezig geweest. Ja, even eruit. En nu, dat het zonnetje doorkomt, het windje gaat leggen, het wordt lekker weer en dan wil hij naar huis. Ja, ik heb het gehad. Hij heeft het gehad. En ga lekker schoonmaken. Ga jij lekker schoonmaken. Dat is ook leuk, dat hoort er ook een beetje bij, hè, bij de hobby. Ja. Ja. Ja, dat moet jij weten trouwens. Ja. Hè? Nou, ik nodig die jongens uit als ze nog wat schoon te maken hebben. Dan kunnen ze bij mij even wat schoonmaken. Een hele mooie Hollandse helm, die kun jij schoonmaken voor mij. Dat is goed. Die is echt heel mooi. Nou, die gaan we als in nieuw staat maken, of niet? Nou, ja, dat gaan we doen. Ja, gaan we doen. Ja. Zit de embleem er nog op? Nee, helaas niet. Nou mensen! Als jullie een embleem hebben van een Hollandse helm, die willen we namelijk gaan restaureren. Stuur mij even een mailtje en doneer hem aan ons. Dan gaan wij een video maken van een restauratie van een Nederlandse legerhelm. Dus als jullie het embleem hebben, je weet wel, dat rondje met de leeuw erin. Kom maar door. Moet even een auto door. Zo. Nogmaals, als jullie dat embleem hebben, dat ronde embleem met die leeuw erop. Die leeuw erop, ja. Dat is van een Nederlandse helm. Als jullie die hebben, stuur er eentje op. Heel graag, doneer hem. En dan gaan wij een Nederlandse helm restaureren. Op video. Graag, toch? Ja. Ja. Gaan we doen. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duim omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Ook niet op AllDMD. Vergeet niet af en toe een liedje mee te zingen met Bartje Goud. En die gaat de outro even wegzingen. Ja. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat zou je wel willen, al ben ik van de kaart. Jij bent mijn tranen niet waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Maar ik huil van binnen. Soms word ik gek van verdriet. Maar mijn tranen die gun ik jou niet. Bartje Goud!